Buurvrouw en buurman lezen voor uit het Haveloodsnieuws. Haveloodsjournaal, regio Delfshaven. Geen cityracing. Goed nieuws of juist slecht? Win een ultiem moederdag cadeau. Win een groot moederdag boeket. Nou, daar komt-ie. Leer zelf schapenkaas maken. Bijzondere herdenking. Suïcideclub op groothandelsgebouw. Wat gek. Komen we straks op terug. Oorlogsgeheimen. Bijzondere herdenking. Trainingen in ontspannen. Nou, ik ga eens even terug naar dat nieuws van het suïcideclub op het groothandelsgebouw. Ik vind die stellen zich ook overal voor beschikbaar, hè? Nou kan je er weer vanaf springen. Ja. Gratis en voor niks. Ja. Niet doen hoor, ik vind negatief nieuws, nou ja, vind je niet? Ze moeten zelf weten waar ze zin in hebben. Nou ja, ik denk dat het niks oplevert. Zo hoog is dat gebouw niet. Nee, dan zou ik een hoger gebouw nemen. Ja. Hoger, dan hoger, effectiever. Ja. Maar waar zijn die in Rotterdam? Geen idee. Welke. Nou, doe jij maar over dat moederdagboeket. Moederdagboeketten. Ga jij iets doen met de moederdag? Nou ja, weet je wel, sowieso hoop ik natuurlijk ook al ben ik nooit moeder geworden. Ach. Ja, het kan nog. Ja. Ik heb gelezen dat het nog kan, buurman. Echt waar? Ja. Oh. Nou, dan... Ja, wel een beetje met toeters en bellen, maar het kan nog wel. Over toeters gesproken. Ja, een toetertje, hè. Nou, dus een moederdagboeket is natuurlijk gewoon wel de bedoeling, want let erop, moederdag komt eraan. Kom de hortensia's komen pas. Die zijn hard gegaan, hè, die hortensia's. Daar gaan we weer. Die blijven maar bloeien. Kappen nou, hè. Ik trek het niet. Haveloodsjournaal, regio Delfshaven. Doet u dat toch professioneel? Ik trok het niet meer. Nee, nee, maar ze zijn gestopt. Ja, dat gaat. Jij moet uitkijken, buurman. Je maakt het echt wel. Kijk even de elektriciteit. Dan krijg je schok. Wat ik ga.